Hier in Marlotte zitten ze niet zo te wachten op al dat vuurwerk. Er is terreur in die zijstraat daar en daar wordt de buurt wel een beetje gek van. Maar in de wijk Ippenburg hebben veel bewoners een stuk minder last van al het geknal. Ik ben ook een keertje jong geweest en ook vuurwerk afgeschoten. En ik heb mijn plezier gehad en hun moeten ook zijn plezier krijgen. De opvattingen komen overeen met de uitkomsten van een enquête die de gemeente Den Haag deze zomer heeft gehouden. 12 wijken in de stad blijken het meest te voelen voor minder of helemaal geen consumentenvuurwerk meer. Dat zijn onder andere Kijkduin, de Vogelwijk, de Archipelbuurt en Marlotte. 12 andere wijken willen juist lekker blijven knallen. Dat zijn onder andere Moerwijk, Spoorwijk, Ippenburg en Leidseveen. Steek je zelf ook wel eens wat af? Ja, tuurlijk. Ja, maar soms illegaal, soms legaal, maar dat hoort er eenmaal bij. Maar als je niet te dom gaat doen of zoiets en gewoon de hulpdiensten hun werk laat doen. Ja, ik zelf hou er niet van, maar iedereen houdt ervan. Dus ja, waarom moet je dat dan afschaffen? Dat vind ik ook weer zo lullig. Maar in Marlotte zien ze de traditie wel graag veranderen. Meer vuurwerkvrije zones zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Omdat ik denk dat je het een beetje moet reguleren, dat het niet al dagen van tevoren overal geknald is. En ik denk ook voor de veiligheid dat het beter is. Beslist. Of het gaat lukken, dat is natuurlijk een tweede. Morgen praat de Haagse gemeenteraad over de uitkomsten van de enquête en de plannen van het stadsbestuur om de jaarwisseling veilig te laten verlopen.